Ik ben Anne de Waard. Ik ben 31 jaar en ik woon in Ridderkerk. Ik ben moeder van twee kinderen, eentje van 2 jaar en eentje van 3 maanden. En ik ben getrouwd en normaal in het dagelijks leven was ik acro-trainster. Begin mei in 2019 ben ik naar de dokter gegaan omdat ik dacht dat ik een blaasontsteking had die gerelateerd kon zijn aan de zwangerschap, want ik was zwanger op dat moment. Dat bleek niet zo te zijn en toen zijn ze erachter gekomen dat ik vocht achter mijn longen had en later bleek dat te komen door een enorm gezwel tussen mijn longen. Toen wij te horen kregen dat er een gezwel zat tussen mijn longen, schrokken we wel heel erg. En we waren ook eigenlijk heel erg boos, want we hadden zoiets, ja, waarom overkomt ons dit? Toen kreeg ik te horen dat het goed behandelbaar was en dat de kleine kon blijven zitten. En toen waren we eigenlijk gelijk heel positief. Want dat was wel onze angst in het begin, dat ik zou overlijden met de kleine in mijn buik erbij. Of dat de kleine niet zou kunnen groeien en dat die zou overlijden. De dag dat ik mijn eerste chemokuur kreeg, was ik 15 weken en 6 dagen zwanger. En vanaf 16 weken kan de chemokuur eigenlijk een soort van veilig gegeven worden tijdens de zwangerschap. Op het moment dat ze gingen starten, lag ik in het ziekenhuis. Ook door de zwangerschap en omdat het gezwel eigenlijk al heel groot was. Het was zo groot als een goede mannenvuist, wat eigenlijk tussen mijn longen in zat en al tegen mijn hart aandrukte. Ik kreeg, even kijken, ik weet de datum namelijk nog, 11 oktober te horen dat mijn laatste chemokuur niet door hoefde te gaan. Dus dat ze die hadden weggehaald uit mijn behandelplan. En dat voelde eigenlijk wel als een hele opluchting. Ik was daar blij mee, want ik zou die chemokuur krijgen vlak na de bevalling van mijn dochtertje. En daar zag ik eigenlijk toch best wel tegenop. En waarschijnlijk ben ik zo ontspannen geraakt dat 2 dagen daarna gelijk de kleine meid is gekomen. Het personeel in het Erasmus heb ik al zeer prettig ervaren. Op de afdeling waar ik heb gelegen, toen ik 2 weken was opgenomen, was de verpleging echt heel erg fijn, heel vriendelijk, heel open. En ook heel meegaand. Dus als je dan een keertje niet zo lekker voelde, dat ze dan ook even bij je kwamen. Dus dat vond ik heel fijn. En de artsen kwamen bij mij heel professioneel over. Dat ze ook echt wel wisten waar het over ging. Ik hoop binnenkort weer alle acro-trainingen op te kunnen pakken. Dat ik met de meiden ook weer mee kan gaan naar de wedstrijden toe. En dat ik de zorg voor mijn dochters weer op mij kan nemen. En een moeder kan zijn zoals ik graag een moeder wil zijn.